Gisteren in onze uitzending hoorde je dat gemeente Overbetuwe een financieel tekort heeft van maar liefst 2,5 miljoen voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De gemeenteraad reageerde geschrokken en vroeg een spoedvergadering aan, die gisteravond plaatsvond. Wethouder René Post reageert hier vandaag op. Het was even schrikken voor de gemeente Overbetuwe toen ze erachter kwamen dat ze dit jaar 2,5 miljoen euro tekort komen voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Waar dit tekort vandaan komt, dat onder meer de jeugdzorg, huishoudelijke hulp en thuiszorg treft, is nog onbekend. Burgerbelangen Overbetuwe, VVD en Partij van de Arbeid wilden uitleg over deze kwestie. Het tekort is ontstaan doordat wij vorig jaar zijn begonnen met een onderzoek naar de reële tarieven die we betalen aan onze zorgaanbieders. Wij vinden dat we de zorgaanbieders reële tarieven moeten betalen en daar is een hoger tarief uit voortgekomen en daardoor staat het verwachte tekort. Ondanks dat dit klinkt als een weloverwogen besluit, is de gemeenteraad pas in een laat stadium hiervan op de hoogte gebracht. Ja, het is een heel lang proces geweest. De proces is gestart in september vorig jaar. De definitieve uitkomst van die tarieven is eigenlijk pas in februari, maart bekend geworden. En toen konden wij ook pas communiceren wat de definitieve tarieven waren en wat het effect was op onze begroting. Het gevolg daarvan was een pittige vergadering die dinsdagavond plaatsvond. Ik heb opdracht van de raad gekregen om in gesprek te gaan met het samenwerkingsverband. We werken namelijk met 11 gemeenten samen in dit domein. Om in het samenwerkingsverband aan te geven dat we de raden vroegtijdig moeten informeren over dit soort processen. En daar zijn we gisteravond uitgekomen. Er is een bevredigend antwoord opgekomen naar mijn mening. En daar gaan we mee aan de slag. Waar het financiële tekort mee moet worden gedicht is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat dit soort verrassingen in de toekomst moeten worden voorkomen. We hebben de raad toegezegd om in de toekomst dit vanuit het samenwerkingsverband veel beter te organiseren. Dus de raad vroegtijdig betrekken bij dit soort trajecten. En dat is ook de uitkomst van gisteravond.